Welkom bij Kantinepraat. Vandaag gaan we het hebben over diagnose en canvasnetwerk. Ik heb hier naast mij een canvasnetwerk van een verlichtingssysteem uit een voertuig. We gaan deze diagnose stellen met een scope. Met een scope kan je rechtstreeks het datanetwerk voorbij zien komen. En met een multimeter. Met een multimeter kunnen we een aantal basic metingen doen waar we aan het netwerk kunnen controleren. Als we diagnose gaan stellen aan een canvasnetwerk, moeten we rekening houden met de output van het netwerk. De output van het netwerk is altijd 5 volt. Dit houdt in dat als je dus een massa en kan high en massa en kan low meet, dat dat bij elkaar opgeteld altijd 5 volt is. Dit geldt voor elk tweedraads canvasnetwerk. Ook moeten we rekening houden met dat de spanning nooit gelijk is. Dus de spanning tussen massa en kan high en massa en kan low is samen nooit gelijk. Als we gaan meten aan een datanetwerk, dan kunnen we de multimeter pakken en de scope. Met de scope, die aangesloten is op kan high en kan low, kunnen we direct aan het beeld het dataverkeer zien. Als we diagnose gaan stellen aan een datanetwerk met een multimeter, moeten we rekening houden met een multimeter dat alleen maar een gemiddelde spanning kan meten. Maar we kunnen wel de output van het netwerk weten en dat is 5 volt. Deze meting die gaan wij nu uitvoeren door de massa van de multimeter aan te sluiten op de massa van het voertuig. En we sluiten de plus aan op kan high, en dit is in dit geval 2,6 volt. En vervolgens op kan low, dit is 2,4 volt. Dit zou dus betekenen dat samen is dit 5 volt, dat het netwerk goed zou moeten kunnen functioneren. De metingen die we zojuist uitgevoerd hebben waren aan een goed functionerend netwerk. In de volgende kantinepraat gaan we focussen op storingen in het netwerk.